Net zoals ze iedereen met kritiek op massamigratie hebben weggezet als racist, proberen ze nu iedereen met kritiek op het coronabeleid weg te zetten als antivaxer. Het verwijt antivaxer is op die manier in recordtijd even waardeloos geworden als het verwijt racist. Ik, ik stel mij ernstige vragen bij de manier waarop de coronapas wordt misbruikt om ons te dwingen tot eindeloze boostershots. Ik vind... Dat we de quarantainemaatregelen moeten vervangen door gezond verstand, omdat er nu veel te veel kinderen school missen en bedrijven zonder personeel zitten door die quarantainemaatregelen. Ik, ik ben boos als ik zie hoe men pretparken en dierentuinen misbruikt om kinderen te lokken voor een coronavaccin. Ben ik daarom een anti-vaxxer? Doe toch eens normaal. Het wordt tijd dat we een grondig, open en eerlijk debat gaan voeren. Over het coronabeleid zonder mensen in dat dwaze hokje te proberen duwen.